De Graafschap reist maandagavond af naar Rotterdam voor het uitduel met Excelsior. De ploeg van trainer Mike Snoei hoopt de eerste uitoverwinning van het seizoen te kunnen pakken tegen de nummer 12 van de ranglijst. Excelsior is ook gewoon een kandidaat om bij de eerste 4-5 ploegen te eindigen. En of ze dan voor die bovenste twee plekken meedoen, ja, dat weet je pas later. Hè? Maar ja, hebben wel gewoon voldoende kwaliteit. Veel creativiteit, snelheid voorin. Aan de andere kant ja, laat ze ook wel steken vallen. Want ze krijgen ook best wel wat veel doelpunten tegen. Dus ja, we moeten gewoon, maar uiteindelijk moeten we gewoon aan zelf kijken. Zorgen dat we zelf goed voor de dag komen. Snoei is positief over de blessure van Ralf Seuntjens. Maar de aanvoerder is maandagavond nog niet inzetbaar. Of de trainer wijzigingen doorvoert ten opzichte van de gewonnen wedstrijd tegen NEC, wil hij nog niet zeggen. Misschien wel noodgedwongen, omdat we toch wel wat klachtjes ook hebben. Hè? Maar ja, dan wachten we even af. Niet om geheimzinnig te doen, maar gewoon om te kijken van wie is er allemaal beschikbaar. En de meesten staan weer op het veld, dus dat ziet er goed uit. En dan even de reactie afwachten bij 1-2 spelers of ze echt voldoende fit zijn om te starten. Zorgen over een gebrek aan leiderschap door de afwezigheid van Seuntjens zijn er volgens Van der Pavert niet. Nou ja, natuurlijk, Ralf is een belangrijke speler, dat is duidelijk. En, maar ik denk dat we verder ook genoeg ervaring hebben en andere spelers die dat op kunnen pakken. En ja, dat is ook een taak voor mij natuurlijk en ook een aantal andere jongens in het team. En ja, Ralf die blijft ook gewoon betrokken bij het team. En verder met hem gaat het ook de goede kant op, wat ik zo zie. Dus. Inclusief de wedstrijd tegen Excelsior speelt de Graafschap 4 duels in 2 weken tijd. Maar daar maakt Snoei zich geen zorgen over. We krijgen een heel druk programma. Ik speel liever wedstrijden dan dat we trainen. Dus het blijft toch altijd het leukste. Het enige wat ontbreekt zijn, je doet het voor het publiek, voor de mensen. En die zijn er niet.